Morgen starten de Nederlandse kampioenschappen atletiek voor ouderen, de NK Masters. Bij mij zitten 70-plussers Rietje, Frans, Roelf en Anja. Ze doen allemaal een gooi naar eeuwige roem, goud op het NK. Ja, ik ben ongeatletter, ik ben de beste. Die heeft te run. Oké, zo, bij mij aan de desk Anja, Roelf, Rietje en Frans. Hartelijk welkom. Hier gaat het allemaal om, hè? Presteren op het NK, goud halen. Als dat zou kunnen. Ja. Wanneer zijn jullie ermee begonnen? Om met jou te beginnen. Ik ben er in 67 al mee begonnen. Dus vrij lang geleden. Ja. Ja. En jullie? 65. 65, Rietje? Nou, ik was 45 toen ik begon met atletiek. Ja. Dus vrij dit is een vrij nieuw fenomeen voor ons. Atletiek voor ouderen. Hoe zit dat precies in elkaar? Hoe is dat geregeld? Het bestaat al heel lang, eigenlijk. Ja, het zijn gewoon mensen die nooit stoppen. Eenvoudiger kan het niet, hè? Ja. Je gaat gewoon door naar je seniorenperiode. En vanaf 35 jaar ben je de oudere. Ja, en dan ga je met elkaar strijden in vijfjaarsklassen. Van 35 tot 40, 40 tot 45. En er zijn, ik dacht dat morgen zo'n kleine 500 atleten meedoen. 500? 500 atleten, ja. Ja. En wanneer zijn jullie dat je dacht van, nou, we zijn echt goed? Ja, dat denk ik wel vrij veel. Als atleet vind ik dat... ik ben vrij goed, ja. Europese kampioen. En dat wou ik ook zo houden ook. Ja, dus ik ben wel overtuigd van wat ik kan. En ik wil dat wel elke keer weer laten zien. Dat zit er al van heel jongs af aan in. Ik ben op mijn 12e begonnen, geloof ik, in 58. En stoppen doe jij. Altijd atletiek gedaan? Nee, tussendoor wat andere sporten. Een beetje geborst, bergwandelen, marathons gelopen, dat soort dingen. En na die marathon, oh jee. Ja. Nou ja, hier was het podium te klein. Ja, ik druk het hele systeem van onderuit. Ja, fantastisch. Het bijzondere, ja. Het ziet een beetje als de MMA-voorbereiding, ziet dat uit. Hier ging ik uit mijn dak, ja. Ja, wat je zou kunnen zeggen van, nou ja, we kennen natuurlijk Daphne Schippers en voor haar Fanny Blankenskoen. Dat is misschien meer dat je dacht van, waarom zaten deze vier daar niet bij? Ik heb bij de jeugd inderdaad behoorlijk hoog niveau gepresteerd. Alleen ik ben op een gegeven moment ook gestopt door wat problemen met de bond. Dus ik dacht van, ik stop. Maar anders had ik inderdaad ook behoorlijk doorgegaan. Ja, maar volgens mij is Rietje... Ik deed nog niet een atletiek. Weet je wel? Nee. Anders had ze wel een dobber aan mij gehad, hoor. Want u bent zo goed. Ik bedoel, als we het kunnen doormeten, dan zou dat ongeveer Daphne Schippers-achtige omtrek nou, kunnen. Nou ja, als ik in die leeftijd zeg maar ook zo hard kunnen trainen als Daphne natuurlijk. Ja. Dan misschien wel. Ik weet het. Je weet het nooit natuurlijk. Nee. Pech is wel dat je nu geblesseerd bent. Ja. Wat is er? Nou ja, een hamstringblessure. Ja, dat is nooit lekker. Dat is vervelend. En dat kwam eigenlijk in de winter, dan trainen we altijd in het bos. Kracht en uithoudingsvermogen, zwaar trainen. En dan ga je de baan weer op, want je denkt, ja, de wedstrijden komen eraan. En dan wil je natuurlijk zo gauw mogelijk weer sprinten. Ja. Ja, en dan is er de kans dat je hamstring zegt, even niet. Ja. En dat is gebeurd. Maar sport is natuurlijk ook gewoon een topmanier om fit te blijven. Klopt, toch? Ja. Daarom is dat ook. En ja, het wordt een manier van leven. Maar aan de andere kant, door je sport voel je ook veel fitter. En is alles gaat veel makkelijker. En het is alsof je niet verandert. Want voor mij is het nog steeds, als ik nu aan het sporten ben, alsof het 50 jaar geleden is. Zo voelt het mij ook nog steeds. En dat is heel plezierig. Ja, en het is ook niet zo dat er een einde in zicht is. Hè? Je kan gewoon eindeloos doorgaan met NK atletiek. Dat zijn we wel van plan. Ja. Ja. Maar we hebben beelden volgens mij van iemand, een man van 104. Ja, ja. Ja, die doet het ook. Kijk, daar heb je hem. Ja. Die heb jij ontmoet. Ja, dat is geweldig. Dat is een van mijn hoogtepunten. Toen stond ik in Torun op de EK. En die man die kwam met zijn zoon is even ouder als ik daar. Uh-huh. Kwam die naar me toe en vroeg of zijn vader even mocht discus werpen. Had hij nooit gedaan. Ik zeg, ik vind het best. En hij liet dat ding op zijn tenen vallen bijna. Ik zeg, wat komen jullie hier doen?
Hij zegt, ook zeg, wat doet u eigenlijk tegen die man die even oud was als ik? Hij zegt, ik kom hier alleen supporteren, ik kom voor mijn vader. Hij had die gast net de 60 meter indoor gewonnen. Dat is geweldig. En hij loopt patent, hè? Daar gaat hij. Ja. Hij loopt gewoon hard, 104 jaar. Ja, hè? Ja, ja, ja. Hij verliest hier van een 95-jarige, nou dat mag hij van me. Ja. Ja, het is niet dat we tot vanavond 11 uur moeten wachten dat hij de finish gaat. Nee. Er zit nog een behoorlijk tempootje op. Ja. Voor 104 jaar. 104 jaar. Ja. Ik dacht wel, god, dan moet nog 40 jaar, weet je wel. Dat duurt nog wel lang. Maar deze man loopt gewoon heel patent en is gewoon een atleet. Ja. Nou hebben jullie natuurlijk ook doelen voor jezelf. Mm-hmm. Want, en wat zijn die? Ja, Rietje kan niet meedoen helaas, maar wat is het doel voor morgen? Voor mij zoveel mogelijk goud halen. Goud halen? Ja, ja. En hoeveel moeten dat er zijn? Nee, ik neem deel aan 3 nummers. Ja. En het liefst zoveel mogelijk. Ja. Maar je moet 3 keer goud. Altijd zien hoe het gaat natuurlijk. Ja, en is de competitie behoorlijk? Het is onze leeftijdsgroep, dat is dan vrouwen 60 en boven de 60. Dat is altijd een wat kleinere groep. Dat is met vrouwen, loopt het wat sneller af dan met de mannen. Maar er is altijd behoorlijk wat competitie. Want het lijkt ook wel alsof de deelname op oudere leeftijd steeds groter wordt. Meer mensen willen het doen. Ja, absoluut. Ja. Want er zijn inderdaad ook wel mensen, wat Frans zegt, er zijn heel veel mensen die gewoon doorgaan met atletiek. Ik merk toch ook steeds meer dat er mensen zijn die aangestoken worden omdat ze iets zien. Van hé, dat vind ik leuk en dat zou ik ook graag willen doen. Ja, dus die melden zich dan alsnog aan. En hebben jullie het idee van ik word eigenlijk ook ieder jaar nog beter? Soms. Nou, gelijk blijven is al heel belangrijk. Want, nou, Rietje steekt de vinger op. Ja, ik heb vorig jaar in Denemarken hinkstapspringen gedaan. En dan heb ik het verste gesprongen van mijn eigen persoonlijke record verbeterd. Zo. Dus het is... we hebben hier ook beeld van je. Dat is het hoogspringen. Ja. Ja, ik zou het willen vragen, maar je bent geblesseerd, hè? Ja, dus anders had ik het weer voorgedaan. Ja. Ja. Maar moeten die matten niet dikker? Omdat je natuurlijk toch... Ik merk al, ik ben 30 en het gaat allemaal achteruit. Maar ik kan me voorstellen dat als die mat wat dikker is... dat toch je gestel wat meer... Hè, dat ze je een beetje beter opvangen. Hij is al zacht. Hij is al zacht. We hebben geen verstand. Nou ja, dat je een blessure oploopt bij het neerkomen. Ze moeten toch een beetje daar rekening mee houden, vind ik. Ja. Nee, jongen. Nee, echt niet. Nee, jongen. Jij onze botten worden alleen maar sterker. Nee, echt waar? Hoe kan dat? Omdat je het gebruikt. Omdat je springt, worden die botten sterker. Ja. En die kogel... Dus dat moet ik gaan doen. Wat Rietje zegt net, ze heeft in haar hele leven... op de 78e doet ze hinks afspringen... En ze heeft in haar hele leven, vroege jeugd en alles, nog nooit zo ver gesprongen als op de 78e. En dat is het punt zeg maar, waarom masters nog gaan. Dat er nog progressie in zit. Ja, maar hoe verklaar je het? Ja, dat kan ik niet. Ik ben geen wetenschapper, dat weet ik niet. Nee, maar doe eens een poging. Hoe kan het dat je gewoon op deze leeftijd, met alle respect natuurlijk, sterker nog, met heel veel respect, nog beter wordt? Ja, dat is een kwestie van trainen, goed begeleid worden. Ja, dat wordt het natuurlijk. En je leeft erna, je leeft gezond. Je bent niet aan het... Dat niet, maar dat wel. Moet wel leuk blijven. Het moet leuk blijven. Je moet erop letten. Ja, voor een wedstrijd bijvoorbeeld niet. Of een klein beetje. Ja, en bij het kogelstoten denk je niet van... Au, mijn rug. Jawel, regelmatig wel. Want het is een zwaar ding. Het is een zwaar ding. Kogelstoten, maar ook gewichtwerpen, discuswerpen. Het zijn allemaal hele technische nummers. Ja. Ja, dus wat Rietje zegt, klopt. Je moet je goed laten begeleiden. Ik ga van Culemborg uit 1 keer in de week naar Sittard om te trainen. Omdat daar een hele goede trainer zit. Ja, dus dat is 1,5 uur rijden, 1 uur trainen, 1,5 uur terug. Doe je technisch niet goed, dan trek je je hele lijf stuk. Ja. Ik wens jullie ontzettend veel succes en heel veel gouden medailles. Dank je wel.